Dames en heren, het is zover. Het is bijna zover. 27 augustus wordt de koers der koersen verreden hier op de renbaan Duindicht. Vandaag zijn we in het museum om de loting te verrichten voor de drie derbies. De Troost Derby, de Merrie Derby en natuurlijk de Open Derby. Daarbij hebben wij twee gasten namens het bestuur van de Nederlandse Draf en Rensport, voorzitter Paul Mulder. En de hoofdgast van vandaag, mogen we zo zeggen, ieder jaar een andere gast. En dat is dit jaar de heer Hans Huibers, voorzitter van de Fokkersvereniging. We gaan beginnen met de loting, dames en heren. Dan pakken we natuurlijk eerst, we bouwen op, we gaan de climax helemaal opvoeren. We gaan eerst naar de Troost Derby. De Troost Derby kent dit jaar 7 deelnemers, alle paarden dus in 1 gelid. En ik zal zeggen, laten we de eerste pakken. We maken de envelop open. En daar gaat naar nummer 7. Naar nummer 7 gaat Hurricane JE. Hurricane JE nummer 7. We gaan naar de volgende envelop. WOW. Hiawatha River. Hiawatha River gaat naar 6. De volgende is al uit de fraaie bokaal. Voor het nummer 5, Himoko Bianco. Onder nummer 5, Himoko Bianco. Dan gaan we naar nummer 4. En dat is Hadine. Hadine nummer 4. De volgende envelop. En die is voor Harrison Fanatic, nummer 3. Harrison Fanatic. Nog 2 te gaan. Hold Me Quick op nummer 2. Nummer 2 is voor Hold Me Quick. En dan blijft er nog 1 over. En we gaan eens kijken of die happy is met nummer 1. En dat is Happy. Die gaat naar nummer 1. Dan lees ik ze van boven naar beneden nog 1 keer aan u voor. Nummer 1 is Happy. Nummer 2 Hold Me Quick. Nummer 3 Harrison Fanatic. Nummer 4 Hadine. Nummer 5 Himoko Bianco. Nummer 6 Hiawatha River. En nummer 7 Hurricane JE. Dat was de Troost Derby. We gaan de strips nu verwijderen en gaan ons helemaal opmaken voor de loting van de Merrie Derby. Ook daar zijn dit jaar 7 kandidaten onder orders. En Hans heeft de bokaal alweer gevuld met de enveloppen. En we gaan in ene moeite door met nummer 7 voor de Merrie Derby. WOW. Dat is High Five Renka. Nummer 7 voor High Five Renka. We gaan naar nummer 6. Nummer 6 is voor Hands Up. Nummer 6, Hands Up. Nummer 5. Nummer 5 is voor Hoey Star. Nummer 5, Hoey Star. Dan nummer 4. Nummer 4 is High Speed Racy. Nummer 4, High Speed Racy. Nummer 3. Nummer 3 is voor Hollister. Nummer 3 Hollister. Nog 2 te gaan. Nummer 2. Haley Vredebest. Nummer 2 voor Haley Vredebest. En dan resteert nog 1 kandidaat en die krijgt nummer 1. En dat is Hertogin Fanatic. Nummer 1 voor Hertogin Fanatic. Ik lees er nog 1 keer van boven naar beneden voor. Nummer 1 Hertogin Fanatic. Nummer 2 Haley Vredebest. Nummer 3 Hollister. Nummer 4 High Speed Racy. Nummer 5 Hoey Star. Nummer 6 Hands Up. En nummer 7 High Five Renka. Dit zijn de kandidaten voor de Merrie Derby H.
Het museum is rijk gevuld met allerlei attributen. Mooie schilderijen, mooie bokalen. Helaas geen trommel, anders hadden we voor u zeker tromgeroffel laten horen. Want nu komt de koers der koersen. En dat is natuurlijk de Derby H, de Open Derby. We gaan eerst de twee paarden pakken, want we hebben 10 deelnemers, kan ik u alvast verklappen, voor het tweede gelid. En daar hebben wij als eerste High Speed. Die gaat naar nummer 10. Nummer 10 is voor High Speed. Dan nummer 9. Voor Haley Jet. Nummer 9 is Haley Jet. Dan gaan we de enveloppen voor het eerste gelid in de bokaal doen. Het wordt steeds spannender en spannender. Nummer 8. Nummer 8 is voor Highlander. Nummer 8, Highlander. Nummer 7. Nummer 7 is Hillary Queen. Nummer 7, Hillary Queen. Dan nummer 6. Nummer 6, Hugo Lobel. Nummer 6, Hugo Lobel. Nummer 5. Nummer 5 voor de Derby H. Is Humble Hill. Nummer 5 voor Humble Hill. We gaan naar nummer 4. Nummer 4, Hooters USA. Nummer 4, Hooters USA. Dan hebben we er nog 3 te gaan. We gaan naar nummer 3. En nummer 3 is Heart of Steel. Nummer 3, Heart of Steel. Nummer 2 is voor Hamilton Quick. Nummer 2, Hamilton Quick. En dan, ja, wie zal dan nummer 1 hebben? We weten het allemaal, maar we halen hem gewoon even uit de envelop. Hembo Trans Air. Nummer 1 voor Hembo Trans Air. Zie daar, dames en heren, het tiental voor de Derby. Nummer 1, Hembo Trans Air. Nummer 2, Hamilton Quick. Nummer 3, Heart of Steel. Nummer 4, Hooters USA. Nummer 5, Humble Hill. Nummer 6, Hugo Lobel. Nummer 7, Hillary Queen. Nummer 8, Highlander. Nummer 9, Haley Jet. En nummer 10, High Speed. Dat zijn ze, dames en heren, de 10 kandidaten voor de Grote Derby. En dit alles mag u meebeleven hier op de Renbaan Duindicht op 27 augustus. Wij danken Hans Huiberts en Paul Mulder voor hun aanwezigheid hier bij de loting. En hopen u graag op 27 augustus hier te mogen begroeten.